jou wat overnemen, bijvoorbeeld omdat hij wat eng vindt. Want dat paarden die doen dat, en de vluchtdieren die willen dan graag een beetje sneller lopen, dan neem je hem natuurlijk wel terug. Maar als jij zegt van ik wil wat pittiger, dan ga je, ja, heel goed, super. Ja, en dan weer zo spelende, ja, heel goed. En zo een stukje schouder binnenwaarts erbij, Lorraine. Was het gelukt met die gebroken lijn, Monique? Oké, zullen we het nog één keer doen? Ja, kijk, en als het gewoon klein galoppeert, zo makkelijk, ja. Ga jij weer zeggen, dan ga ik weer iets groter. Het moet wel van jou blijven. En dan zou ik daar achterin, waar je het zo spannend vindt, weer dat kleine galopje aannemen. Want dan hou je hem goed onder je. Kijk. Ja, goed hoor. Ja, goed Monique. Nou kun je hem op X. In ieder geval bijna X. Ja, hartstikke goed. Je moet alleen kijken waar je uitkomt, hè. Want dan moet je wel richting K gaan. Nou had je hem heel scherp gereden. Dus wel richting de M, niet tussen B en M. Ja. Ja, zie je. Nog één keer, dat je dat tweede lijntje een beetje rechter rijdt. Zo, naar de K. Niet voor de K. Ja, heel goed. Prima. Nou, reis allemaal richting de lage lijn, hè. Dan draven ze uit. Gosh. Ja, handen beneden doorheen. Goed gedaan. Goed opgelost. Met je handen. Ja. Ja, anders stril je zo snel. Ja, goed gedaan Jacqueline. Het is ook goed dat je dan even gaat doorzitten. Want met je zit kun je dat gewoon veel beter controleren. Dan kan je ook een beetje zo richting halstrekken rijden. Hè? En dan kan je wel eventueel gaan licht rijden. Een beetje daar op de grote volte. Je hebt ook je paarden of zo. Ja, goed. Die kant op. Hoi. Ja, probeer maar Lorena ook nog een beetje verder naar beneden, dat hij nog meer de hand meeneemt. Hij blijft wel heel mooi in zo'n boogje, maar hij moet ook, zo ja, je moet het ook uit kunnen schuiven naar beneden als je dat wil. Ja, goed zo, en nog een beetje lager. Goed. Ja, ook goed Jacqueline. Ja, dan kun je ze laten stappen hè. Goed zo. Hebben jullie nog vragen